Pandeigenaren en gebruikers betalen onroerend zaakbelasting. Als er geen huurders zijn voor bedrijfsruimten, dan ontvangen gemeenten alleen het OZB-gedeelte van de eigenaren. Limburgse gemeenten lopen hierdoor jaarlijks 3,3 miljoen euro mis. Maar het kan veel meer worden. Leegstand heeft een uitstraling op het terrein waar je actief bent. Wanneer er steeds meer leegstand komt, zal de neiging van ondernemers om van dat terrein te vertrekken groter worden. De leegstand treft het hele land. Veel provincies hebben het moeilijker dan Limburg. Toch valt één gemeente op. Volgens de onderzoekers staat Peel en Maas in de top 10 van gemeenten die relatief het meeste OZB-geld verliezen. Ruim 22% halen ze niet binnen vanwege leegstand van bedrijfspanden. Peel en Maas bestrijdt dat, maar kan dat niet toelichten voor de camera. Kerkrade daarentegen doet het goed. Weinig leegstand en dus weinig OZB-verlies. Ja, we zitten aan de voorkant met name, zijn we bezig, druk bezig met netwerken en het zoeken naar een geschikte locatie voor ondernemers. En daarin dus echt daadwerkelijk laten zien hoe gastvrij je bent als gemeente. En ja, dat is in ieder geval iets waar wij bovenop zitten. Ik weet niet hoe ze daar in andere gemeentes mee omgaan. Maar voor ons is bedrijvigheid ontzettend belangrijk, want dat draagt natuurlijk gigantisch bij aan de werkgelegenheid. Kerkrade zit kort op de problematiek en dat geldt niet voor iedereen. Volgens de onderzoekers hebben zelfs veel gemeenten hun financiële informatie over bedrijven in hun regio niet op orde. En dat belemmert de aanpak van leegstand. En dat geldt voor Peel en Maas, maar dat geldt voor bijna alle gemeentes in Nederland. Niet in staat zijn om vast te stellen wat de waarde is, de WOZ-waarde, de waarde van alle panden en van de bouwkavels op die separate terreinen. En dat moet inzichtelijk worden gemaakt, omdat je op basis daarvan beleid kan ontwikkelen. Bij leegstand verhogen sommige gemeenten het eigenarengedeelte van de OZB. Op die manier wordt de financiële schade enigszins beperkt. Volgens de onderzoekers is het belangrijker dat bedrijfsterreinen aantrekkelijk blijven voor huurders, zodat leegstand geen leegloop wordt.